We hebben net een shoot gehad voor Videoland. Waarin we eigenlijk de vechters soort van neerzetten als arcade fighters, zeg maar. Als we op het spelletje komen zoals Street Fighter. Dat dan iemand aan het spelen is met ons. Ja, dat is toch. Ja, ziet er heel dik uit. Ik heb de beelden gezien. Het zijn hele toffe beelden hoor. Als je die handschoenen aankrijgt, dat zijn die echte wedstrijdhandschoenen. Dan voel je toch van oké, ja, het komt wel dichtbij. En het geeft je wel een beetje het gevoel alsof je inderdaad al een beetje in die wedstrijd zit. En het gaat door je hoofd, tegenstander gaat door je hoofd. Ik vind het concept heel cool, omdat het is anders. Het geeft juist even dat meer dat speelse gevoel en meer het stukje entertainment. Ondanks dat wat we doen is natuurlijk echt, maar het is wel een vorm van entertainment. En ja, dat moet verkocht worden. Ik kom net terug uit Spanje. Ik heb daar 2 weken getraind. Ik heb daar veel kunnen rusten, veel kunnen trainen, goed kunnen eten. Dus dat heeft me heel goed gedaan. En het is nu de laatste paar weken puntje op de i zetten en dan zijn we helemaal ready. We zitten er heel goed in. We zitten er heel goed in. Nou, zoals je ziet, we simuleren de wedstrijden. Het gaat daar hard aan toe. Dus ik denk dat de beste manier is. Er komt geen manier dichterbij dan het echt zo hard mogelijk eraan toe te laten gaan. Ik heb vaker toernooien gevochten. Er is niet veel veranderd in de voorbereiding. Ja, je wil nog meer de focus op conditie leggen. Daar alles uit halen. En that's it. Voor de rest is inderdaad wat je zegt. Focus op de gameplan en daaraan houden. We hebben gewoon gekozen voor 1 plan, 1 stijl. Waarvan we denken dat bij iedereen wel gaat werken. En daar gaan we ons aan houden. De toernooisetting heeft voor mij altijd een bepaald geluksfactor. En daarin dacht ik van ja, moet ik dat nou wel doen? Waarom zou ik dat eigenlijk doen? We gaan zo lekker in het systeem wat we al 10 jaar doen. En toen dacht ik van ja, eigenlijk als we gaan kijken in die 10 jaar heb ik ook nog 2 andere toernooien gevochten. Dat waren dan wel 4-mans toernooien in plaats van 8-man. Dus het scheelt 1 wedstrijd. Ja, en dat ging ook gewoon goed. Dus we hadden zoiets van, dat bespreek je dan met het team. En waarom zouden we onszelf niet testen op het allerhoogste niveau? Nog steeds. En ik denk dat we er heel goed in zitten. En zeker na zo'n laatste wedstrijd dat je echt het vertrouwen weer terug had. Na zo'n zware blessure. Dacht ik van ja man, we still got this. Ik denk het feit dat je 3 keer op de avond moet vechten. Ja, die mensen snappen waarschijnlijk ook niet eens hoe het is om überhaupt een wedstrijd te vechten. Hoe zwaar dat fysiek en mentaal is. En laat staan dan 2 of 3 wedstrijden. Dus het laat gewoon zien hoe sterk die jongens zijn. Ja, wat voor echte vechters het zijn. Hoe zwaar dat is en hoeveel ervoor laten voorafgaand. En hoeveel je daar op dat moment nog voor moet doen en laten. En ik denk het stukje inderdaad, het stukje geluk, dat is ook natuurlijk vanaf de bank leuk om te zien. Het is gewoon zo'n fysiek en mentale strijd. Ik denk dat het gewoon heel mooi maakt. De voorbereiding begint natuurlijk al maanden van tevoren. Alleen de specifieke voorbereiding, die komt pas aan de hand van de loting. Omdat je dan pas weet wie je tegenstander ging worden. Nou, mijn tegenstander werd dus Soufiane Laidouni. Ja, wat ik gezien heb van hem is, hij is een allround vechter. Vecht links voor, vecht rechts voor. Kan lekker kickboksen. Van elke hoek kan hij aanvallen. Dus een goede klap in links en in rechts. Dus ja, een hele verrassende vechter. Dus goed opletten, handjes goed hoog. En ja, stick to the gameplan. Alle focus ligt op het eerste gevecht. Die moet je winnen, weet je. Je kan daar niet voorbij kijken. Dus daar is het plan ook het meest op gebaseerd. En daar heb ik heel veel vertrouwen in. Die jongen doet het heel goed. Maar ja, het zijn allemaal sterke jongens, allemaal goede vechters. Maar voor iedereen is er ook een plan om van diegene te winnen. Dus ook bij hem. Soufiane Laidouni had ik gekozen aan de hand van de rankings, omdat hij het hoogst gerankt stond. Hij heeft ook nog eens tegen Benny Adegbuyi gestaan. Die had hij verslagen. Daarmee kwalificeerde hij zich voor de Grand Prix. Dacht ik, ja, pak gelijk 2 vliegen in 1 klap toch. Alleen dat hoogst gerankte vond ik wel het belangrijkste. Ja, dan is dat de guy die we moeten hebben. Als ik Benny in de halve finale tegen zou komen, dat zou ik uiteindelijk wel jammer vinden. Maar ik gun het hem wel. Maar ja, dat is gewoon zakelijk. Uiteindelijk is dat op het moment dat je daar staat, zijn alle emoties moet je eruit halen. Omdat het is werk. En dat is wat we doen. En dan pakken we het aan en dan daarna is het gewoon weer vriendschap. Je weet hoe het gaat in het toernooi, welke jongens je eventueel tegen kan komen. Maar ik durf het gewoon echt tussen die 2 echt niet te zeggen wie er gaat winnen. Bij hun kan het erg beide kanten op. Dus ik heb niet iemand in mijn hoofd.
Ik heb alleen in mijn hoofd dat ik gewoon de droomscenario, en dat is in de finale tegen Rico. Wat ik al vaker gezegd heb, is dat Levi eventueel potentie heeft om het ooit over te kunnen nemen. Denk ik dat het altijd is? Nee, niet echt. Maar ja, dit zou wel een moment kunnen zijn waarin hij zichzelf kan testen. Om te kijken waar hij staat en het een keertje te ervaren. Want gaat hij het nu afpakken? Nee, 100% niet. Maar ik denk dat het wel een hele goede leerles voor hem zou kunnen zijn. Ik vind het toernooi misschien nog wel groter dan een titelpartij. Dus de winnaar van dit toernooi, die mag zich wel sowieso gelijk zien als de kampioen, minimaal. Maar inderdaad, het gaat niet om die belt en uiteindelijk wil je die belt ook. En maakt dat je dan echt kampioen. Game over.